Het ministerie van Openbare Werken bekijkt samen met justitie en politie constant mogelijkheden om de fileproblematiek vanuit Kommewijnen naar Paramaribo te verhelpen. OV-minister Riyad Noor Mohammed zegt dat er reeds enkele oplossingsmodellen zijn. De bewindsman heeft de vorige week een onderhoud gehad met de DC van Kommewijnen en een delegatie van het ministerie van Justitie en Politie over de filevorming in Kommewijnen. De bewindsman wees erop dat er veel oplossingen hiervoor zijn, maar veel van deze oplossingen kunnen pas op lang termijn worden uitgevoerd. De oplossingen die nu bedacht zijn om de fileproblematiek te verhelpen, zullen snel worden doorgevoerd en kosten de staat ook niets. Dat zijn bepaalde doorsteken gewoon afsluiten, zodat het verkeer een beetje soepel verloopt. Ik laat me één ding vaststellen. Het aantal verkeersauto's op Van Hogerhuisstraat Kommewijnen is gewoon te veel. Dus whatever je doet, het gaat zorgen voor een klein beetje vlotter verloop, maar het gaat het probleem niet oplossen. Het is veel duurzamer. Die oplossingen, een deel wordt door justitie overgenomen en zal door hun beslist moeten worden. Afgelopen dinsdag, zouden ze dat team vergaderd moeten hebben om weer verder na te denken wat kan, wat mag en wat mag niet. We moeten rekening houden dat het ministerie van Justpol garant staat voor de verkeersveiligheid. Dat is één. Tweede ding wat we hebben gezegd, dat loopt al, maar dat is niet voor vandaag. Dat is pas over 5 jaar zullen een aantal projecten opgeleverd zijn. Dat is één. Een korttermijn oplossing is ook die ferry service. Daar is de minister van TCT bezig, dat gaat ook helpen. De lange termijn oplossingen waarover Noor Mohammed praat, gaan dwars door diverse beleidsgebieden. Een van deze oplossingen is het project van de rehabilitatie van de Van het Hogerhuisstraat. In dit project zal gewerkt worden aan de verbreding van de weg, het weghalen van de rotonde en er zullen nieuwe uitvalswegen komen. Dit project zal verlichting brengen in de filevorming, echter zal het project fysiek pas over 5 jaar af zijn. Tweede is, we hebben groen licht gegeven om een oud project, dat is een nieuwe verbindingsweg, Tamarillo, over de Suriname rivier tot naar Wanica, herop te starten. Dus dat gaat uitgevoerd worden. Maar dan ben je wel een paar jaar verder met het ontwerp, de uitvoering, want je moet ook de middelen hebben. Dat soort projecten kunnen we alleen met leningen financieren. En een derde oplossing is natuurlijk, waarom komen mensen naar Paramaribo? Zijn driekwart ambtenaren of zijn driekwart schoolkinderen? Dat zijn soft solutions die je wel kan oplossen. Ik heb altijd gezegd, als we die school daar afmaken, lagere school, middelbare school, dan zullen heel wat kinderen niet meer naar hier hoeven te komen. Dus het derde pakket zijn wat soft solutions. Je weet, er waren scholen gestart, niet zomaar. Men heeft ze opgestart omdat driekwart waarschijnlijk kinderen zijn die naar hier moeten komen. Dus al dit soort kleine dingen moeten helpen, niet morgen of overmorgen, maar wel binnen een paar jaar het probleem te helpen oplossen. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken gisteren voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.